Morning, yoga teacher training, dag 28. Ik heb bericht gehad van mijn couchsurfing host en ik was zo excited dat ik veel te laat ben gaan slapen. Maar dit gaat zo vet worden wanneer je dit ziet. Ben ik trouwens al in Mumbai. Je kan al foto's bekijken op mijn Instagram. Trouwens, als je afvraagt wat Stefan hier nou van. Nou, hij is echt de meest nuchtere Hollandse man ever. Nul jaloers op dat internet. Wat hem voor mij de meest aantrekkelijke man in de wereld maakt. En kijk, wij zijn ook al bijna 5 jaar samen. Hij kent me ook iets langer dan vandaag. Ik ben super conservatief wat mannen betreft. Ik heb bijna geen mannelijke vrienden. Alleen zeg maar G-Unit, aka Gregor en zijn vrienden. En daarnaast, ja, nu Robert al, maar Robert is gewoon een teddybeer. Dus zodra ik merk dat, dat de man al raar naar me kijkt, dan sluit ik gewoon alles af. Oh, zo chill om tegen je te praten, want ik rek gewoon veel verder als ik afgeleid ben. Kijk, mijn been komt weer verder omhoog en mijn andere been gaat omlaag. Stuk rechter. Wie van jullie zou dit ook doen? Couchsurfen in India? Laat het even weten in de comments. Jee, ik ben echt al 10 dagen aan het oefenen om dit been omlaag te brengen. En hij raakt nu de grond zonder dat ik gruwelijke pijn heb. Echt super chill. Straks kan ik dus de lotus. Want dit been zit dus heel erg vast. Mijn heup hier, dat doet gewoon echt heel erg pijn. Luna heeft voor het eerst idli gemaakt. Kijk, dat zijn die kleine pannenkoekjes. En we hebben fruit en curry en groenten. En deze pudding is zo freaking lekker. Hoor je hoe ontiegelijk hard die muziek staat? Het is echt insane. Kan je voorstellen dat onze minister-president met zo'n busje door de straten gaat rijden? Met keiharde André Hazes of zo, of Gerard Joling. Man, ik was net die vlog met die chocoladekoekjes aan het editen. En ik dacht echt, ik wil ze. Ik moet natuurlijk wel nog een keertje testen of ze echt zo goed zijn. Of dat ze alleen zo goed smaakten, omdat ik daarvoor had gevast. Ik had net weer zo'n diepe meditatie. Even serieus, ik ben nog nooit zo ontspannen in mijn leven geweest. En ik lig nu op de mat. Maar je slaapt zeg maar niet. Je bent gewoon helemaal ontspannen, helemaal geen gedachten. Zo diep ontspannen. Het is amazing. Saji is iemand voor het eerst de headstand aan het leren. Dit meisje heeft het nog nooit gedaan. En je ziet altijd dat mensen zo bang zijn om het te doen. Maar er kan oprecht gewoon niks gebeuren. You won't fall. I'm here. Try to fall. And feel you can't fall down. You can't fall down. En je merkt dus wanneer mensen dit voor het eerst doen, dat ze helemaal in paniek raken omdat ze gewoon ondersteboven staan. Maar de kunst is gewoon om te blijven ademen door je neus. You won't fall. I'm behind you. Het is gelukt. Het is gelukt. Ik kan de Scorpio. Ik kan de Scorpio. Oké, ik moet niet blij zijn. Ik ga het je laten zien. But of course, de camera is aan en het lukt niet. Te veel gedachten. Ik ga het morgen even proberen aan je te laten zien, want het is wel echt gelukt. Wauw. Kijk, dit is, what's your name? Elena. From Russia, right? Ja. Ja, en dit was bij ballet vroeger altijd het doel. Met je tenen de grond aanraken. En net heeft ze me dus het trucje geleerd. Kijk hoe ver mijn tenen komen. Je moet dus zorgen dat je voet warm is en helemaal gemasseerd en alles. Awesome, ik ga dit oefenen. Wow, so pretty. Nou, Robert is sinds maandag bezig. Echt, je ziet hem de hele tijd, zie je hem rondrennen. Hij kan niet stilzitten in meditatie. Hij heeft overal pijn. Locals die ergens wonen en reizigers op hun bank willen laten slapen.